Jij bent 28. Ja, bijna 29. Eeuw. Nee, euw, grapje. Bijna 29. Vrouwen komen altijd met die nonsens. Nee, maar weet je wat het is? Ik vind het, niet, ik vind het juist leuk om ouder te worden. Ik ben, ik ben, elk jaar dat ik jarig word, ben ik eigenlijk een beetje emotioneel. Maar vooral uit dankbaarheid. En ik vind het gewoon mooi als mensen me vragen hoe oud ik ben. Ik en zeggen 29. We zitten in een hele takje al. Zal ik gewoon uh, dat ding beginnen? Ja, doe maar. <laughs> <laughs> Sorry. Dit is <laughs> ook oh, goed. I like it, I like it. Ben ik dol op vrouwen die bewust zijn van zichzelf? <laughs> bewust zijn van hun superkrachten en hun flaws. Vrouwen die diep in hunzelf kunnen graven en als een Fenix uit het as kunnen herrijzen na verdriet of teleurstelling. En ik verdenk jou ervan, Gwendoline, zo'n <laughs> type of vrouw te zijn. Of zeg ik gekke dingen? Nou, je zegt geen gekke dingen. Alleen het is een beetje gek. Ik vind het een beetje gek om het over mezelf zo. ...naar buiten te brengen. Daarom heb ik het voor je gezegd. <laughs> Dankjewel. Hey kijk me onbeschoft doen. Ik, ik verwelkom je niet eens. <laughs> Welkom bij Gilly's Loveline. Dankjewel, Gilly. Leuk dat je er bent. <laughs> en uh, uh, ik baseer uh, dat wat ik zei... Mm -hmm. ...op alles wat jij deelt op social media... ...of eigenlijk YouTube, moet ik zeggen. Want jij bent een vlogger. Ja. Je maakt hele leuke uh, filmpjes. Ja. En je bent heel erg open... Zeker. Want ik heb alles voorbij zien komen van ik ben verliefd mm -hmm. naar ik ben verdrietig, <laughs> naar uh, gewoon leuk met vrienden praten. Mm -hmm. uh, je gaat naar Suriname, maar heel erg open. En daarom heb ik jou zo kunnen inschatten van jij bent die type vrouw. Ja. Toch? Ja. ja. Ik ben opeens vlogfilmpjes gaan kijken en shit. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je me uh, anderhalf jaar geleden had gevraagd van welke vlogfilmpjes check je, mm -hmm. had ik geen één kunnen opnoemen. <laughs> maar ik viel dus uh, op die van jou. En ik bleef kijken, want het was interessant. Ik zie je daar dan uh, praten over, mijn vriend dit. Uh, uh, daar zie ik je babbelen met vriendinnen over seks en van alles. <laughs> maar daar zag ik dus van hé, hey, zij is leuk en open, joh. Mm -hmm. Ik wilde bij me hebben. Ah, oh, dat vind ik leuk. En hey, je bent bij me. En nu zit ik hier. Mm -hmm. <laughs> maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is, dus ik, 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 ik sprong van dat filmpje naar dat filmpje. Tenminste, mm -hmm. YouTube bepaalde welk filmpje ik daarna keek. Klopt. En dan zie ik je van, ik ben verliefd naar. We moeten alleen verder. En ik ja. zit net als in een serie. Oh nee! is <laughs> <laughs> real life stuff. Ja, yeah, it's real life stuff. Dus vandaag de dag. ben je single? Ik ben single. En happy. Dan kunnen we praten. <laughs> nee. Hey, maar dat is belangrijk wat je zei. En happy. <laughs> ja. En <And> happy. Maar <laughs> ja. dat is niet vanzelf. Je hebt jezelf daar naartoe moeten brengen? Zeker. Het was niet makkelijk. Nee, nee, geloof, nee, nee, ik. Nee. geloof ik, ik. Ik heb ook mijn tijd genomen. Ik ben ook toen. Um, een tijd lang offline geweest van YouTube dan specifiek. Gezond. Vooral. Ja. Omdat ik heel veel, ik moest en ik wou. Dus ik had hoe dan ook gewoon geen keuze of ik het nou wou of niet. Ik moest offline en het voelde ook gewoon. Ik dacht meteen van ja, ik ga offline. Dit en dit en dat ga ik fixen. En als ik er klaar voor ben, dan kom ik dan weer gewoon terug met verlost. Ik denk dat ik zeker minimaal drie, misschien zelfs vier maanden offline ben geweest. Ik weet het niet meer. En je bent gewend altijd uh, content te droppen. Um, ik, was, ik was gewend om altijd content te droppen. Maar toen het een beetje mentaal niet zo lekker meer ging met mij. Ja. Was niet, was niet super heftig dat ik echt in een zwarte put belandde. Dat gelukkig niet. Ah. Maar het komt omdat ik het. Ik was het voor. Ja, dus ja, ja. die signalen oh. die ik kreeg, heb ik meteen echt serieus genomen. Ja. En de mensen die mij echt gewoon vanaf dag één volgen. Dus ook al is het maar één. Of zijn er tien mensen, die mm -hmm. hebben het ook echt gezien van hé, hey, op den duur werd ik een beetje sloppy met haar vlogs, dus oh. sloppy in de zin van de ene zondag wel, de andere zondag niet. De ja. vlogs waren heel kort of ik was vergeten om de vlog op te starten of om af te sluiten. Dus al die dingen bij elkaar waren eigenlijk kleine signalen van nee. Ik maar was het... dat na aanleiding dat je uit elkaar ging met de maar laatste? Het, ik vriend? was toen ik mijn laatste. Zo. <laughs> ik wil niet gemeen zijn, maar <laughs> is hij nog in je leven? Um, nee. Wees gemeen? Nee, ik wil niet gemeen zijn, want het is echt een hele lieve man. Oh, Oké, okay, nee, nee, nee. Het is een hele lieve man, het is een goede man, het is, het is heel veel wat een vrouw in een man zoekt, maar hij had gewoon iets waar ik niet mee kon leven. Sunny, wat? Hij is... houdt van vrouwen. Oh, hij houdt van vrouwen. <laughs> hij moet van één vrouw houden, van jou. Hij kan natuurlijk niet van één vrouw houden, want je hebt natuurlijk nog heel moeder in je beeld, dan heb je die. Ja, maar, maar je het, was, het, het was gewoon de man man precies de manier waarop. Ik weet je wat ik altijd heb gezegd? Niet, ja, ja, nu ga ik het echt in het open, tenminste online zeggen. Um, de, de vader van mijn dochtertje, dat is ook echt, hij is lief op zijn manier, want ja. wij we waren niet voor niet zo lang samen. Hoe lang? Oeh, ik denk, laten we zeggen 8,5 tot 9 jaar, waren we in elkaars leven. Want het was één jaartje uit, maar ja, we bleven elkaar zien. Ik zei dus altijd yeah. van over, over, de, over hem van: Ik had liever dat hij vreemd ging. Yeah. En, mij gewoon, en, 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 en dat onze relatie verder gewoon, je weet wel, gewoon goed verliep. Dat hetgeen wat ervoor gezorgd heeft dat we uit elkaar zijn gegaan, dat dat yeah. gewoon er niet was geweest. Had ik liever het voor het vreemd gaan gekozen. Yeah. Maar zeg altijd: Be careful what you wish for. Goh. Want toen kwam ik die man tegen die juist wel de man was die ik zocht hè, qua innerlijk en everything. Want hey, hij, is, hij zag er ook echt... Het is gewoon een hele knappe man om te zien. Oké. Okay. Dat, dat ga ik niet ontkennen. Yeah. Maar je kan mij niet alleen met uiterlijk inpalmen, obviously. En um, hij had dus wel contact met vrouwen, gewoon even netjes verwoord. Mm -hmm. Toen dacht ik, dit is dus ook niet wat ik wil. Dat wilde je ook niet. Nee. Of omdat wij, want ik leerde hem letterlijk een half jaar, precies een half jaar kennen nadat het eind was ze gaan met me, met de vader van je kind. Precies. En uh, het heeft dus ook een half jaar geduurd voordat we echt een setje waren, een koppel, voordat het echt een naam kreeg en alles. Het was spelen toen in die. Uh... Ja, je... maanden daar gezellig hebben met elkaar sowieso gezellig hebben dat dus was meer zo van wat, wat, ons, wat onschuldig en, en misschien ja, de leukste moment wat ook ja een leuke nee fase zeker is. dat was zeker een leuke fase want je had geen verplichtingen nee. maar toch deed hij dingen voor mij die normaal in een relatie zouden doen en andersom wat ik een vriend ook, doet. bijvoorbeeld ja. ja en nou onze kinderen die kwamen al met elkaar in contact hij ook kinderen hij heeft twee, ah. twee hele lieve echt, echt kinderen. En uh, hij was gek op mijn dochter. Hey, mijn dochter was gek op gek nog Gek op hem? No? Nog als ze hem zou zien. Yeah. Nu? Zou ze reageren? Hey, ze, zou ze zou kapot blij zijn. Mm -hmm. Dus ze was echt gek op hem. En ik merkte, het, het was gewoon goed. En we dachten: van ja, als we het gezellig hebben, hebben we het gezellig. We zien wel waar het naartoe gaat. Ja, we zullen ja. het zien. Ja. Alleen, um, dat is dus ook echt zo gelopen. Ja. Dat op een gegeven moment uh, moest hij voor. Uh, voor zijn werk weer naar het buitenland. Want uh, hij is vaak in het buitenland. Ik wil zeggen was, maar ja, hij leeft nog steeds. Dus hij is af en toe... Je lag ook anders trouwens als je over hem praat. <laughs> hey, Dan weet je dat. Maar... Um, don't get it twisted, oké? Okay? <laughs> ik, ik weet niet wat voor, voor lach je bedoelt. Maar waarschijnlijk... Ja, vergis je niet. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Maar goed... Um, hij moest dus. <laughs> ja. Hij moest dus naar het buitenland voor zijn werk. Mm -hmm. En uh, dat was dus de eerste keer dat we, dat we echt tegen elkaar durfden te vertellen hoeveel we voor elkaar betekenen. Het was zelfs twee weken daarvoor, want toen hadden we een, een, weekend, een leuk weekend voor elkaar gepland. Gewoon dat we leuke dingen waren gaan doen naar mm -hmm. de sauna en zo. En daar begon het echt. kwamen er echt serieuzere gesprekken. Want ja, je bent in de sauna. En serieuzere gevoelens blijkbaar. Die, die kwam me langzaam aan zeker, maar ik was juist bang om die gevoelens te krijgen. Alleen ik heb het nooit, ik zeg het nu voor het eerst. Ja. Dus stel dat hij dit zou zien, is dit de eerste keer dat hij dat hoort, ja. dat ik het zeg. Maar hij heeft het wel altijd uitgesproken. Hij was juist bang um, um, dat, dat, dat het iets zou worden en dat het voor hem niet goed zou voelen. Ja. Maar toen dacht ik van ja, weet je, ik weet van mezelf, ik ben een goede vrouw. Mm -hmm. Ik weet wat hij zou krijgen in de zin van, hij zou gewoon een goede vrouw krijgen. Dus tenminste, ik zou een goede vriendin voor hem zijn. Ja. En het is eigenlijk een beetje stom, want ik heb nooit gedacht van, zou hij wel goed zijn voor mij? En ik reden waarom. je om, was helemaal in dat ding. Ja, ook, maar omdat hij eigenlijk automatisch al aan mij liet merken. Nee. Ik, ik hoefde. Hij liet het gewoon merken. En heel veel mensen aan wie ik vertelde dus wat voor baan hij deed... die zeiden, oh, pas maar op hoor, want die gaan vreemd. Ik dacht, als die vreemd gaat... Wat voor baan deed hij dan? Hij, dan? hij is marinier. Maar kom tegen, jongens, Sani, la, la, Laat me je iets zeggen. Want uh, 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 wat je nu doet, is altijd hoe ik hoop... dat het met mij en vrouwen eindigt. Maakt niet uit hoe lang we met elkaar zijn gegaan. Mm -hmm. uh, dat wanneer je naar terugkijkt... dat je met een glimlach erover Tuurlijk. kan praten. En dat is belangrijk. Ja. En, dat, en dat heb je. Ja, nee, we waren echt, uh, het, was, het was echt een hele fijne. jaar. Dus toch dankbaar voor dat moment? Zeker, het, uh, ik ben dankbaar, ik ben echt, deze man, ik ben dankbaar voor het feit dat hij in mijn leven was. Maar wacht, die <laughs> ene, die, de vader van je kind, die is dus, uh, die, die was lief en deze was ook lief, zei je alleen, te dol op vrouwen. Ja. Oké, okay, kan. Mm -hmm. Maar dat vergeef je hem. Ik zie dat je dat niet zo zwaar neemt. Ik zie dat ik je heb realistisch het realistisch neemt. Ik heb, van... ik heb het hem zeker vergeven. Alleen als ik dit aan mensen vertel, zeggen van ja, maar waarom heb je dan uitgemaakt? Want... Omdat dat iets is wat je niet accepteert. Precies. Simpel, I get it. I maar get dan it. zeggen ze van ja, maar als je daarna gaat kijken. Kijk, in mijn taal zou zeggen. if if inau man. En true that. Maar, mm -hmm. het, mijn punt is. Tuurlijk, iedereen kan vreemdgaan. gaan, maar ik was gewoon nog niet ready om met die gevoelens te dealen. En toen dat allemaal gebeurde, in die periode is er heel veel gebeurd. Ja. Waardoor ik echt dacht van... Dat, dus dat heeft er ook voor gezorgd dat ik ook anders naar andere dingen ben gekeken, maar ook anders naar hem ben gaan kijken. Ja, ja, ja. Dus die man die ik leren kennen in het begin, die, die, die verdween een beetje en dat deed pijn. Jij bent nog nooit vreemd gegaan. Mag ik het vreemd gaan noemen? Piep, piep, piep. Ik wist dat je me dat ging vragen. Mag ik het vreemd gaan noemen? Was het vreemd gaan? Dus dit is bijzonder hè? Dus ja. ik weet niet eens wat je gaat zeggen, maar ik zie gewoon wat vrouw eigen het is. Het voelde als vreemd gaan. Ik ga deze ook gebruiken. Het voelde als vreemdgaan. Nee, echt. Het voelde als vreemdgaan. Ja, zei. ik voelde me echt schuldig. Oh, nee. ik, ik dacht dat je zei, het voelde niet als vreemdgaan. Nee. Ik heb het dan gelijk opgeslagen. Nee, ik ga hem sorry. ook gebruiken. Maar het voelde als vreemdgaan. Het voelde als vreemdgaan, maar... Maar volgens jou was het niet vreemdgaan? Dat nou, weet ik niet, dat mag jij oordelen. Kort, leg de situatie uit. Nou, ik had, het was dus al uit tussen de... de, de, de Vader van je kind. Dank je wel, want ik raak daar altijd in de war. Dat is over. En ik had wel... Contact met iemand. Maar het ding is, we woonden nog in één huis samen. Maar het voelde gewoon niet goed. Laat me het simpel voor je maken. Wat waren de afspraken? De afspraken waren eigenlijk dat wij, zolang we in één huis samen zouden wonen, nog gewoon respect voor elkaar zouden hebben. Ja, en dat houdt in, geen. Contact met andere, andere mensen, ja, precies. Maar de graf is. Oké, okay, dit is eigenlijk geen graf. Het is ma messy, Oké, okay? It's messy. Nee, het ding was. Um, ik had wel gezegd: van... hé, hey, ik, ik praat met anderen. Toen zei hij: Nou, dan ga ik het ook doen. Gewoon zo. Maar ik, we waren okay. er verder ook echt niet, niet echt mee bezig of zo. En ik moet ook eerlijk toegeven: het was ook gewoon heel snel klaar. Want ik had echt andere dingen waar ik me op moest focussen. Kan ik je x respect voor vragen? Ja. Had je je koekje weggeven? Nee, niet, nee, nee. Niet? Nee. Daar waar we het over? Daar ben je toch niet vrienden We <laughs> hebben Gewoon eerst allemaal een beetje geëntertaine aandacht van een man eindelijk. Ja, ja het, was me, het was meer, het was echt gewoon, ik ah. weet nog waar. We waren iets gaan eten en. Uh, oh, nee. En, dat en, ik en ga, lu nee, we waren iets gaan, we waren het gewoon echt gewoon prima gezellig. We waren iets gaan eten mm -hmm. en daarna hadden we nog zelfs een, een rondje gelopen. <sniffs> Hé, hey, meisje. Je bent niet vreemd gegaan, hoor. Nee, maar ik voelde me schuldig, hè. Want okay, we dat kan, dat kan, dat kan, dat kan. Nee, nee, dat kan. Want dat is, jullie de afspraken, inderdaad. Ja. Dus dat is zo. Maar ja. tegelijkertijd is die situatie een beetje vrommel. Wonen Daarom. in een huis en uit elkaar. We dus het is begrijpelijk. Kind, dat is ook een beetje... Ik het voelde me gewoon schuldig. Nee, want ik dacht, man, je bent streng nee, voor jezelf, Nee, ik ben niet streng voor mezelf. Het is gewoon messy, want we hadden... Je had met een... mij afgesproken. Het verhaal was <laughs> veel veel leuker. Hey, ik, sorry, mijn lach is zo lelijk. Lach. Hoezo? Je lach is helemaal niet lelijk. goed, sweetie. <laughs> nee, maar kijk, het hangt. Het, het, dan Als moet jij ik ook wel ben gewoon willen. Kan. Ik hou ook van wandeling. Mm -hmm. Ik hou ook van praten. Ja. Ik hou ook van samen wat eten. Ja. Maar ik hou ook van eten. <laughs> En dat pas. Krijg het echt benauwd, en, en sorry. En dat ik. Moet ik iets verder gaan zitten? Nee, nee, nee. Ik heb het echt ineens heet. Ik heb airco en, nodig. En, en weet je wat zou gebeuren? Ik ga zo meteen iets te drinken voor je regelen. Ik, ik ga niet. nu iets te drinken. Ik ben, tegelijkertijd ben ik ook een gentleman. Ik ga iets te drinken voor je regelen, Ondertussen? Oh Lord, ondertus, ey. Ondertussen? Is de kamer op jou gericht? Ja. Maar wat zien wij dan? Wij zien jou denken. <laughs> Ja, nee. Ik ga stuk. Deze man. Uh, eerder zei jij, maar dan moet je uitbreiden. Ik ga je dwingen om uit te breiden. zei je, want ik weet ik ben een goede vrouw. Tuurlijk. Maar dan vraag ik aan jou: um, welke kwaliteit als vrouw. Mm -hmm. Is Jouw beste kwaliteit, mijn beste kwaliteit als vrouw? Ik denk dat ik um, het type vrouw ben die mijn partner zou kunnen pushen om het beste uit zichzelf te halen. Dus echt nee, misschien moet ik dit anders verwoorden. Mijn ja, ik moet een beetje richten op mijn ideale partner, denk ik. Die moet iemand zijn die ambitieus is. En kijk, ook al, ook al heeft hij bijvoorbeeld niks. Echt, echt er niks. Want laten we eerlijk zijn, als je een beetje creatief bent, you can use your mind. Kan je handen, iets creëren. Je kan iets creëren ja. en daarmee iets opbouwen. Letterlijk en ja. figuurlijk. Ik zou dat in iemand naar boven kunnen halen. Ik zou dat kunnen pushen op een gezonde manier. Samen kunnen kijken van oké, okay, wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn je talenten? Wat kan, ik de, wat kan ik voor je betekenen? Weet je, hoe kan ik jou daarin helpen? Of hoe kunnen we elkaar daarin helpen? Want ik wil ook niet overkomen als iemand die die, zeg maar, hoe zeg je dat, een beetje baasig is... van je moet dit doen of je moet dat doen om mm. ver te kunnen komen. Nee, zo komt het niet dus, over. Dus ik denk dat ik, het, dat ik een van mijn kwaliteiten is... Uh, uh, het beste uit mijn partner naar boven kunnen halen. Dat is een goede kwaliteit. Ja, ik, ja, ik kon niet arrogant klinken of zo, maar... Nee, je kan je kwaliteiten weten, toch? Ja. Net nu je je flaws weet, weet je ook Precies. een van je kwaliteiten. En deze klinkt heel mooi. Thanks. Dit is, dit is iets waar uh, veel mannen naar op zoek zijn. Mm. Kan ik je vertellen? Oké. Okay. Uh, en jij zei over, hangt er vanaf wat die man ambitieus is. Mm -hmm. uh, elk man is wel op zoek naar een vrouw die het beste uit hem haalt. Maakt niet Loops. uit hoe. Dus, dus dat is goed. En je hebt het goed omschreven, dus kudos voor jou. Dus dat is jouw kwaliteit? Ja, yeah. een van mijn kwaliteiten, denk ik. Wat is je, en misschien is dat van net, want je ging wel heel erg lachen om die Marinier. Mm -hmm. Maar wat is je mooiste liefdesherinnering? Wow, mijn mooiste liefdesherinnering. Herinnering. Het zijn er denk ik, het zijn er echt veel, alleen dan denk ik dat ik toch kies voor iets met mijn ex, mijn recente ex, klinkt zo raar om te zeggen. Het is heel, toevallig volg ik je, maar je maakt het heel ingewikkeld voor jezelf. Ja, klopt. Heb je maar twee vriendjes gehad? Ja. Oh, daarom, oh, nee, dan, is het, dan heb je één? Baby daddy en dan heb je twee marinier. Ik vind baby daddy zo stom klinken. Dan gaan we het niet gebruiken. Dan hebben we één lieve man. Dan hebben we twee nog lievere man. <laughs> alleen, alleen hij is stout als het om andere vrouwen gaat. Oké. Okay, we... Weet, ik... Weet je hoe ik hem noem? Nou? Hans. Dat is niet zijn naam. Die noem je... welke? Die... die marinier noem ik Hans. Hans. Ja. En waar komt dat vandaan? Gewoon. Dat ik... ik had een keer een grapje met hem uitgehaald. En uh, die naam is gewoon gebleven. Ja. Want dat is meer dat ik de eerste keer... Toen is ik het een kon... wit man? Ja. De eerste keer toen ik hem ging delen op, op, op Facebook. Baby Daddy Witman. Ja. En nu, ik weet een vraag gaat komen. Nee, heb je een type? Uh, nee. Oké. Okay. Ja, maar daarover kunnen we straks verder praten. Cool. <laughs> ik begin je steeds beter te zien. Nee, nee, ik heb je in het water gezet, Deel nee, een grapje. Nee, omdat we <laughs> dieper gaan in het gesprek. Nee, maar... Het en vanaf kom... dat ik vroeg, is het een wit man? Ik begin pieren, ja. En toen wist je, oh mijn god, de tweede ga ik ook ja zeggen. Ja, ja. Nee, ja. it's all good. Love is love. Ja, heb love ik begrepen. Love. Ja, zeker. Dat ik, 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 heb, ik, heb, ik heb allebei hun liefde erf mogen ervaren en zo. Maar ik denk dus, het, het, de mooiste herinnering is... dan denk ik naar mijn verjaardag vorig jaar. Ik weet niet, ik was die dag zo emotioneel. Ik, ik kon alleen maar... Er was ontbijt voor me gemaakt door mijn dochtertje en... Zijn zoon, yeah. de jongste zoon, want hij heeft twee. En die jongste, die was heel, waren heel vaak samen. Mm -hmm. Ik vond het zo lief, yeah. allemaal. Dat ik gewoon, ik werd daar gewoon echt emotioneel van. Ik kon, ik, Tuurlijk. Ik, 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 de tranen bleven maar lopen. Ze bleven, zelfs toen hij, de vader aan het inruimen was, het bleef gewoon lopen. Ik kon ah. gewoon niet stoppen. Dus ik moest af en toe een andere ruimte in om. Dat is goed. Ik vond het zo you mooi. You appreciate the little things. Zeker. Het dat dat was echt, dat was echt een, een van de beste ja, verjaardagen voor mij. Mooi. Ik denk meer ook de beste verjaardagen na alles wat er een beetje, zo beetje was gebeurd. Ja, want je kwam van een moeilijke periode. En daarom gun ik het ook. Daarom ja. zeg ik ook tegen jou, appreciate dat moment. Want dat was na verdriet, na gedoe. Mm -hmm. En dan ontmoet je weer love. Je geniet ervan. En geniet er ook van. En wanneer het bos of wanneer het klaar is, is het klaar. Als je er weer over praat, komt er een glimlach tevoorschijn. Dus, je en dat is belangrijk. Ik ga niet hier zuur lopen praten, want het, dat zou niet eerlijk zijn. Maar ik vroeg, heb je een tip? dat is niet het geval. Nee. Doe Mensen... iets anders voor mij. Doe iets anders mm. voor mij. Uh, Wat is jouw ideale lover? Oké, okay. mijn ideale lover. Hij moet lang zijn. <laughs> Ik val echt op mannen die minimaal 1, 1,80 zijn. Kijk eens, het maakt eigenlijk niet ik uit. Ik heb een trap daar, hè. Zie <laughs> die trap daar. Niets <laughs> kan niet gefixt worden in het ben leven. Ben ik langer dan jou? We nee. kunnen het zo meteen testen. Hey, we hebben net prima samen kunnen dansen en het voelde goed zo. En dat was, dat was verticaal dansen. <laughs> en ik heb nog hakken aan. Oh my god, hè. Oh. <laughs> Hier, ze volgt me. De volgt me. Hey, Gilly, stop, oké? Okay? Nee, nee, nee. Ik krijg lange het mannen. warm. L is ga, eh, waar is je airco? L lange mannen, lange mannen. Ik Eén. val op lange mannen. Mm -hmm. um, ook echt charmante mannen. Ja, gewoon echt... Ik zijn. moet gewoon naar hem kijken en het al een beetje benauwd krijgen. Maar dat is dan uiterlijk, hè? Je moet een beetje vochtig worden, zeg maar. Mm -mm, benauwd krijgen. Benauwd zijn, sorry. Ja. Mm -hmm. Maar uh, um, dat is dan uiterlijk. Maar... Ik vind het eigenlijk niet eerlijk om het online te zeggen, maar I will see it. Want ik geef daarna een beetje. Waarom is het niet eerlijk? Mee. Ja, omdat je eigenlijk al een beetje weggeeft van hé, hey, ik ben altijd op dit en dat en. Ik ja. begrijp precies wat je bedoelt. Want je wil het echt houden wanneer iemand je benadert en zo. Precies, en dat niet maar iemand... ik, ik zal het snel doorhebben. Believe me. Ik kan je ook straks een torige geven, mocht het aanbod komen. Maar het is meer zo van innerlijk, wat innerlijk betreft, yeah. iemand die heel attent is. Yeah. En die, die, die niet vol van zichzelf is. Van kijk mij. En, hmm. en. Tuurlijk, hij mag zich echt bewust zijn van zijn uiterlijk. Ik zal dat niet per se als iets arrogants zien. Hij, hij mag gewoon. Is uiterlijk belangrijk voor jou? Ja, toch. Nou. Als ik moet denken aan iets, denk ik niet dat uiterlijk per se belangrijk is voor mij. Je, je moet er goed kunnen praten. hè. Ja. Is niet wanneer ik bij B ben, dan ben je ergens bij, bij, bij F aan het kronkelen. Maar je weet niet of je naar G moet gaan of naar H. Ja, snap ja, je? Ja, ja. Dus praat. Ik moet goed met iemand kunnen praten. Ik hou, hey, ja. Wij kunnen bij wijze van spreken echt in de auto zitten, nog beter, ja. langs een kade. Naar boten kijken die wij om... Wij zaten net in de auto. Ja. Je hebt het misschien niet gezien, maar we reden langs een kade. Weet <laughs> je terug naar die kade? Wil <laughs> jij terug naar die kade? <laughs> Anyways, wat ik dus wil zeggen is... Wij kunnen daar gewoon zitten en praten, praten, praten. En, okay. en dat zou voor mij echt al gewoon een flinke groene gewoon. vink zijn. Ja, ja, ja. Ik, ik hou daarvan, praten. Ja. Je kan daar met je lange bobo daar lopen, maar die denkt ja, yeah, yeah, of niet? Yeah, ja, ja, yeah. dat, dat denkt, schiet oh, ook nee, niet op. Laat mij door. Precies ook. dat, ja, precies dat. Nee, maar oké, okay, uh, lang, charmant, uh, inhoud is eigenlijk wat In je zegt. Inhoud is echt belangrijk en hij moet kunnen dansen, obviously. Deuh. En graag willen koken. Even, <laughs> want je dwingt me dingen te gaan zeggen, hè. Want even, even. Vertel. We hebben net een beetje gedanst, trouwens. Behind the scenes so, hey, dingen. Het was zo oh, gezellig spontaan. Deze man kan echt zo goed dansen. En, wij moeten gewoon danspartners uh, worden. Luku. <laughs> nu ga ik te veel eisen denken. Nee nee nee, je eist te weinig. Oh oh, oké. Okay. Ik heb een oplossing. Mm. Want je, je zei ook nog net, uh, uh, je, ze moeten ook kunnen koken. Ja. Sheer. Kan je goed koken? Het, water. Dat, je wil peper wat rijden? Ja. Mom, bromimang. <laughs> achupo, we zeggen Achupo. Achupo. noemen het, nee. ga Je gaat Achupo laten eten, oh. met ik cissi srijden. Hé, maar check. Dus alles is gecofferd, mm -hmm. behalve dat lang, lange gedeelte. Maar weet je wat ik ga doen om het op te lossen? Mm -hmm. Ik ga ervoor zorgen dat wij elkaar al alleen op momenten on ontmoeten. Je ziet me nooit staan. <laughs> Dus, man, denk voordat je wakker wordt, ga ik snel weg. Wanneer je naar bed gaat, lig ik er al. Ja. Hey, baby, wel welkom thuis. <laughs> Wij ontmoeten elkaar alleen liggen. Dat en als ze gaan dansen dan? Dan dansen we in bed. Hey, Gilly, stop. <laughs> ik krijg het echt benauwd, man. Nee. Nee, oké. Okay. Nee, maar leuk. <laughs> leuk. Nee, iedereen, iedereen, iedereen heeft een beeld uh, uh, van zijn ideale uh, partner. Ja, maar uh, uiteindelijk... Ben je nog iets vergeten wat belangrijk is? Uh, uh, lang, koken, uh, inhoud, um, Ja, zorgzaam, zorgzaam. Zorgzaam. toch, zorgzaam, attent. Oh ja, 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 ja. oké. Okay. Ben je ook van de scharrels? Ja. Oké. Okay. Mm -hmm. Dus je hebt twee vriendjes gehad en daartussendoor tussendoor mm -hmm. Oh, oké, okay, op die manier. Ja, ja, ja. want zolang het geen relatie is geworden, tel ik het officieel niet als een ex. Hé, hey, niks mis mee, hè? Hey, nee, het, toch? Er is niks mis mee. Met scharrels, weet je nee, hoe ze nee, moet noemen? Scharrelkip. Scharrel-ei. Ilop-scharrel. Ilop-ei? Nee. Oh. Snij Ik mezelf in de vingers hier. <laughs> Weet je dat ik ook maar twee relaties heb gehad? Dus twee waarvan ik zeg: Mama, look your mm -hmm. vriendin. Ja, precies. Twee dat, ja. Wat vind je, mm -hmm. Scharls included, mm -hmm. van jouw keuze wat betreft mannen? Jouw mannenkeuze, wat vind je daarvan? Ik mag kritischer zijn. In hetgeen, tenminste gebaseerd op wat ik wil, okay. mag ik kritischer zijn. Want het waren allemaal goede mannen hoor. Mhm. Mm Kijk, de ander die is weer gelukkig samen met iemand anders. Of ja, de ene is gelukkig samen met iemand anders. Dus je ga niet zeggen dat het aan mij ligt of dat het aan hem lag. Wij waren gewoon geen setje. punt. Hey, shit is heel simpel, hè. Ja. Uh, jij bent niet voor hem, hij is niet voor jou. Soms ja, nee, moet je het niet moeilijk We doen. waren geen setje. Dus ja. ik ga niet zeggen dat, dat hij een slechte man is, maar gebaseerd op. Oké, okay, dat mocht ik niet doen voor jou. Dus weet, los je wat van me, weet je wat me wel opvalt, uh, mm -hmm. Gwendoline? Mm -hmm. En ik weet of je daar bewust van bent, mm. maar. Heel veel vragen die ik stel, mm -hmm. uh, refereer je gelijk naar de vader van je kind eigenlijk. Ja, omdat ik lang met hem ben ja, geweest. Ja, klopt. Ja, is logisch. Ja, lang hè? Ik ben echt lang met hem geweest, hè? Ja, ja, ja. Acht jaar. Natuurlijk ga je refereren. Uh, is dat het vertrekpunt. Ja. En ik... Uh, zou dat als een uitdaging zien om te zeggen: You know what, daar moet de eind aan komen? Dat zeker. Jij, dat en, jij dat, naar en daar werk ik ook aan. hè. Ja. Nee, maar, hey, het is wat het is. Je kan je ervaringen en je, je, je gedachten niet ontkennen. Nee, ik ben daar heel open. Ik, laatst dacht ik er nog aan van, maar. Oh, je bent er bewust van van wat ja, ik hier Ja, okay, nee, okay, okay, zeker. Okay. Laatst okay. dacht ik eraan van, maar hoezo komt dat telkens te sprake? En dat is niet gek. We hebben een kind samen. Ja, 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 tuurlijk. Dus jullie zijn sowieso. Was dat niet het verbonden. geval, dan zou ik het denk ik in de in, in, in meeste gevallen makkelijker... Ga Gaat dat goed? Ja. Nee, ik vraag het gewoon. Nee, ja, nee, Oké, okay, mooi, mooi, gelukkig. Want ik ja. zou het jammer vinden om te horen als dat niet zo is. Nee, was. we doen het, we want doen het voor Want je komt haar. over. Mm -hmm. Je komt over als een hele leuke meid. Ah, dankjewel. Maar. Mm -hmm. Dit is wat je presenteert. Mm -hmm. Als ik naar je vlog kijk, is dat wat je presenteert? Mm -hmm. Ik moet je crazy nog meemaken. Om te bepalen van... Yo! Of misschien ik... zeg ik wel... Yo. Ja, misschien zeg je Maar Want Milop, ziek is dat niet? <laughs> dat <laughs> ik zeg niet dat jij ziek bent. Maar jouw keuze in mannen, dus jij was eerlijk af en toe je van... Uh... Nee, ik mag kritischer zijn. Mm -hmm. Daar ben ik me nu inmiddels echt bewust Rusland. van. Ja. Hoe ver ben je voor een man gegaan? Ben je wel eens... Ver gegaan voor een man als je terugkijkt. Ik had mijn studie opgegeven om er in de hoop mijn relatie te redden daar. Daar ga je ver, vind ik. Ja. Daar ga je ver. Dat is ver. Shit, je bent ja. niet gek. Ja. En waar is die dude nu? Shit, je bent niet gek. Maar, <laughs> het moest zo zijn, want is ze niet? Heb je geleerd? Ik heb er zeker je van. Je doet het geen tweede keer meer. Nope. Toch? Nee. Dus daar was dat goed voor dat moment. Mm -hmm. Nee, dat vind ik wel ver. Ik denk, als ik zou het waarderen. Ik zou het je nooit laten doen. Nee. Had het je nooit moeten laten doen. Ik weet niet wie die doet is, maar had het je nooit moeten laten doen. Zeker niet als hij weet dat dat een bepaald doel voor jou is. Mm -hmm. Daar had je al, maar je, was, je bent nu ouder, verder. Hoe ver is de keel voor jou gegaan? Wil ik dit wel online zeggen? Ik denk dat degene het zou waarderen. Ik heb een auto gekregen. Mino bij wa wa Jammer. Ik ben je waggie. Hé, hey, deze waggie. <laughs> nee. Ik wou iets zeggen, maar ik wil je wat het, Zeg het. Zie je niet dat we hier bruut eerlijk zijn? Ik nee. gill love line. Ik moet meteen denken aan toen je zei van je vindt het niet leuk om in passag... op, op passagiers te zitten. Dus jij vindt het niet fijn als die vrouw aan het, aan het rijden is. Hoi, ik... je bent wel scherp. Oké, okay, je wilt me pakken, hè? No? Maar daar ga je zien wat attent is. Ik zeg, nou Spanje hoeft niet te rijden. Ik, ik rij. Ik ga stil. Gentleman. Daar hield je van, toch? Op het laatst ga je me gewoon lang vinden. Ga je dan bekijken? Hij is best wel lang eigenlijk, nu ik goed kijk. Hé. Hey. Ik vind dat we te veel plezier hebben. Wat zeg jij? Het is gezellig. Oké, okay, we gaan afkoelen. Ja. We're gonna take a break. Oké, okay, is goed. Eimer, Eimer. Attent. Ja. Lengte is geen probleem meer. Je hebt gewoon, hè? Heb ik Heb Love Line. Waarom moet je lachen? Wat je zo grappig zegt? Ik, ik vind het wel fijn om er een keer bij te zijn. Dat iemand ik vind dat het heel zo... leuk dat je er bent, by the way. Echt oh, wel. Je hebt goede you. energie. Thank you. Uh, we have fun over here. Yes. Gilly's Love Line. Waarin we dus, zoals je ziet, de eerlijk praten over de liefde. En ik ben blij dat je zo open bent. We praten ook uh, uh, open over seks. Hebben we nog niet echt gedaan? Mm -mm. Hoe belangrijk is seks voor jou? Heel belangrijk. Ja? Als ja. dat niet, als alles klopt, maar dat klopt niet. Probleem. Probleem, gaat hem niet worden. Dat niet, dan gaan we desnoods kijken wat we samen eraan kunnen doen. Is dat size? Is dat uh, hygiëne? Oké, okay, nu je dat allemaal... Kijk, ik heb nooit iets geks meegemaakt. en dacht van, uh, wat is dit? Je hebt het niet meegemaakt. Maar um, ik denk sowieso hygiëne. Come on. Hm. Ja, toch? Um, ja, sowieso hygiëne. Zo, belangrijk hoor. Heel belangrijk. Heel. Anders, kan ik, anders lukt het Ik wil daar niet eens aan. Ik wil daar niet. Nee, precies. Hygiëne is belangrijk. Um, en wat waren je andere voorbeelden? You know what I said. Size. size. Oh, size is echt belangrijk. <laughs> oh mijn god, wil ik echt hierover praten? Yes. Nee, It's ik ben daar heel eerlijk. Nee, ik vind dat Tuurlijk. Ik vind dat echt je je belangrijk. Voorkeur. Ja. 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 Is dat het grootste onderdeel uh, uh, toen ik zei... en seks, dat je gelijk daaraan dacht? Nee. Wat nog meer dan? Size, hygiëne, wat nog meer? Um, bij mij is het meer van hoe je op elkaar inspeelt. Like, um, dus echt het fysieke heb ik het niet... Heb ik het de chemie niet in bed zullen. Precies, ik heb het niet dan Ook over belangrijk. de daad, ja. zeg maar. Maar echt gewoon... Seks is echt gewoon... Echt de liefde bedrijven, letterlijk. Daar heb ik het niet alleen over de daad, maar gewoon alles eromheen. Dus de knuffels, Jij hebt, je hebt ervaringen, dus je hebt je scharrels ja. en je hebt je relaties. Mm -hmm twee soorten seks uh, mm -hmm. is dat toch? Mm -hmm. Dus dus seks met liefde is een hele andere theorie. Zeker, maar ik ga nu eerlijk zeggen, yeah. scharrelen is denk ik niet. Idee. Ik heb het gedaan en ik ben blij dat ik het heb gedaan, Tuurlijk. want daar die nieuwsgierigheid heb ik niet meer. Dat hoeft voor mij ook niet meer. Ja. Maar het is niet iets dat echt bij mij past. Oh, en daar ben je achter gekomen door het te doen. Yes. Je bent toch meer een relatietype. Yes. Oké. Okay. En je moet ergens beginnen. Ja. En als ik heel bij wijze van spreken, um, ik gaf ook een voorbeeld van ja, ik, bij een van mijn relaties was het meer van we, we hebben het gewoon gezellig met elkaar, we zien wel waar het gaat. Dan zou je kunnen zeggen van ja, maar dat is toch ook op hetzelfde als scharelen? Mm. Ja, het was scharelen. Maar op den duur ga je wel doorhebben van wil ik dit wel doorzetten? Nee, ja. kappen. Ja, oké, okay, we gaan verder, maar zolang het nog goed blijft voelen. En het liep dus. Langzaam over naar meer. Naar iets, iets waardevollers. Ja. Op den duur, zeg maar, als ik merk dat iemand um, alleen wil schadelen, want dan draait het op één ding. Dat ja. is op den duur gewoon saai. Ja, dat houdt op. Daarom het past het niet bij mij. Dat is goed. Hoe lang tegen... heb je niet geschadeld? En, en wat bedoel je met schadelen? Wat jij ermee bedoelt. Mikado. Dus als ik het goed begrijp, bij jou is schadelen alles wat niet een relatie is. Het eh, 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 eh. is toch wel lang, want. En ik bedoel, straight up, Nai Tori moet sinds erin sinds in, zitten, hè, anders stelt in. het niet. Jouw Tori moet erin zitten? Nai Tori moet erin zitten, anders stelt het niet. Nou, dan is het best wel. Wanneer is het uit met mij mijn ex? Ah, ex. November. Bakka. November. En ik, ik heb een afspraak met mezelf. Ja. Geen geschaarel. Oh, die heb je met jezelf gemaakt? Ja. zo, goed zo. Ik heb een vraag aan jou. Hè? Je bent toch niet type die hele tijd over de ex praat bij andere mannen? Nee, op een nee, Lastig, nee, 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 We don't do that. Maar hé, hey, we hebben nu een gesprekje toch? Nee, 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 het is tussen ons inderdaad. Nee, ja. maar ik zit opeens te denken. Nee, ik probeer jou voor te stellen nee, in wanneer je met een man zegt, Ja, nee, ex. nee, nee, toch? nee. Want je weet dat dat niet don't goed is toch? Niet nee, maar het doen. kan ook mijn ongeluk, hè? Mijn ongeluk. werkgever zal zeggen: niet doen. <laughs> ik hoor haar stem in mijn hoofd. Niet doen, niet doen, niet doen. Mm -hmm. doen. Oké, okay, we hadden het over hygiëne. Mm -hmm. uh, dus daar ga ik ervan uit. YouTubers Sitkong. Jij zorgt ervoor dat alles sowieso, bij jou oké okay is. Sowieso, Luister dan. Ik, het is bij mij met een paplepel erin gegoten. Denne. Ja. Want jij bent ook van de Faya Juist. Benne. Ik ben een. En hoe aan weet ik dat? Basland criollo vrouw. Mijn aan kelle kellen. Jij kan een Is kans? Nee. No. Alkaans. Yes. Je zegt het me en ik vraag het nog Alkaans. Ja, mijn ik. zus is ook Alkaans. Zo leuk. Ja, ja, ja. En waar is je zus van? Ik represent Kotika en Saatchi. Kijk mij stoer doen. Als je nee. nee. weet van Kotika nee. en Saatchi. Represent. represent <laughs> maar we wijken af. Mm -hmm. uh, Faya Watra is een... Um... Ja, maar... Leg uit wat het is. Maar, ik ga je eerlijk zeggen, ik kan het niet zo goed uitleggen. Dat laat ik aan de experts over. Maar zoals... Ik het, de reden waarom ik het gebruik, is: het heeft bij mij niks te maken met mijn bedpartner of mijn partner. Dus bed tussen haakjes en na. Wacht partner. even, wacht even, ik ga het uitleggen. Mm. Uh, uh, want uh, om, het, om het makkelijk te kunnen uitleggen, stel je voor een vaginale stoombad. Yes. Een vaginale stoombad. Yes. Wat eigenlijk bedoeld is om te reinigen. Yes. Vooral na menstruatie en. Uh, nee, en, en dus niet niet eens, nee, niet alleen. Nee, kijk, een vaginale stoombad is eigenlijk bedoeld voor sitatoricon, je oh, weet. ja, toch? nee, maar daar wilde ik naartoe gaan. Ja, voor dus, dus, dus ma, is, Maar ook reinigen. Maar ook om, om klachten tegen te gaan. Juist, om, om, juist, juist. Om, het, het, het heeft een medicinale werking. En een werking. mooie bijkomstigheid is dat de man er ook van kan genieten. Is dat het weer strakker wordt? Is dat de man ervan kan genieten? Of het strakker wordt, weet ik niet. Maar de man kan ervan Want genieten. Want als het goed is, kijk, hey, ik, uh, ik kan niet voor andere vrouwen praten. Ja. Maar ik heb ook verloskunde gestudeerd. Dus er zit ook een bepaalde theorie achter de vagina van de vrouw. Een ja. bepaalde anatomie. Mm -hmm. En de fysiologie. fysiologie? Ja. Ik ga dan nu word maar, ik vochtig. <laughs> maar. Um, Um, ik ga niet zeggen dat van ja wat er gaat helpen om je vagina strakker te maken, want daar heb je andere dingen voor. Ja, daar is het ook niet voor eigenlijk. Het is een mooie bijkomstigheid. Precies, maar of het Schrein. het strakker maakt nogmaals, ik kan dat niet bevestigen, want sommige mensen verwaren. Ik kan het helpen bevestigen. Kan, want ja. Uit door no disrespect. Je dacht dat ik vrij postig uh -huh. deed, hè? Maar ja. uit ervaring van vroeger. Ja, oké. Okay. Ik heb wel. Uh, Merk je verschil bij iemand die van ja, wat gebruikt ik, en ik, iemand die dat niet? Ik merkte bij, uh, verschil bij die persoon die het eerst niet gebruikte en toen wel ging gebruiken. Mm. En toen zei ik: Oh ja. Oké, okay, nou, dan, dan heb je het eindelijk bevestigd. Want ja, dat toch, is dat het. Je moet eigenlijk moet je het aan iemand vragen die, die dat zou kunnen bevestigen. Ja. Yeah. Het, 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 het kan zo zijn, maar je hebt ook andere. Het zijn ook andere dingen om, om die strakheid te bereiken. Toevallig zag ik bij iemand op social media. Een kan ik haar nemen, maar het, het zou me niet verbazen als zij een keer bij jou hier kon zitten. Hoe oh, studeer namen? <laughs> om uh, om om te ja. Zij doet ook tenminste. Ik vind dat zij wijze dingen deelt op social media. Ik zag dus dat ze een behandeling was gaan doen om haar vagina strak te krijgen. En ik ja. wist niet dat dat bestond. Maar dat was geen van jouw wat was een andere nee, methode. Ja, het Ja, was echt iets. Net als je... Tegenwoordig heb je zoveel like. Ik snap het allemaal niet meer wat er mogelijk is om te doen. Naast dit kan je dat strakker maken of weet ik veel. Maar lieve dame, dat... Mm -hmm. Jij... Ik gebruik dat ben wel. Ben ook van je van wat, Zeker. Wat nog meer waardoor jij zorgt van dat iets dit komt. Want je, 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 je praat... Ik, over zorg, ik zorg fysiek echt goed voor mezelf als in... Ja, jeetje, de basic dingen. Surinamersbaren twee, minimaal twee keer per dag of zo. Basis, Ik, bij ja, mij is het echt maximaal, maar je, ja, hoor. Nou, ja, niks zeggen. Ik weet dat je wil zeggen. Nee. En alles wordt netjes bijgewerkt bij mij. Ik doe het ook allemaal zelf. Ja. En... Uh, ik zou het zelfs op mijn werk door een collega la kunnen laten doen als ik dat wil. Maar ik doe het gewoon zelf. Je moet zelf. even uitleggen wat voor werk je doet door ons. Klinkt dat denk ze bij de Albert nee, Heijn? Nee, ik, ben een, uh, <laughs> ik werk in een beauty salon. Ik dus okay, anders nat... begrepen we ik zeg. Ik zeg op de nee, kassa. En, liggen da op en die daar kan je, van, kan je van alles doen toch? Van uh, ja, ja, ja. Brazilian Wax tot aan. Doe je Brazilian Wax? Bij mezelf wel. Oké, okay, ja. Yeah. Ik, heb, ik heb nooit iemand anders gewakst en dat durf ik niet. Heb je nu Brazilian Wax gedaan? Ik doe dat al jaren. En nu heb jij een groene vinkje van mij gekregen. <laughs> en nu ga ik het awkward stil laten zijn. Is goed. Ik kan toch tegen awkward stilte? Laten we awkward geluiden maken dan. <laughs> okay. hey, nee. Je laat me echt lelijk lachen, jullie Snap hey, ik. Hey, ik vind het niet lelijk, hè. Ik lach echt oh, lelijk. Ik, ik lach net een hyena. Heb je hier naar horen lachen? Misschien vind ik dat wel geld. En de grap is... Als ik nee. anders ga lachen, dan tik ik bijna. Dit is een lach wat je wil horen. Dit, zo kan ik nog ademhalen. Dit, dit wat, brengt vibe hier, hè? Neem maar even zo'n grap. Dus uh -huh. als ik eindig met een vrouw... Moet ze niet een... <laughs> ze moet zo'n lafu hebben. Een baar Dat iedereen Zoals, Dat iedereen van dat de buren... <laughs> de, is, het is eigenlijk een lafu... Uh -huh. Wat thuis thuishoort in Suriname. Ja, toch. Moet je lafu. Nee, want je laf is ja, erger. Ja, ja, ja. Nou, wat? Hé! Hey, Juist, dat gaan we niet doen. Don't do that. No, maar, hey, I enjoy you. I, I appreciate your laugh. Dat you. komt niet neer. Het klinkt als een hiër. Nee, ik heb gezegd dat het niet zo is. Okay, een vos. Ja, een vos, ja, daar ging ik voor. <laughs> <op>, Hé, <laughs> hey, nee, is mooi. Maar jij bent sitcom, belangrijk. Mm -hmm. Belangrijk, belangrijk. Ik ook trouwens, je hebt er niet naar gevraagd, maar ik ook trouwens. Weet je, ik I heb ook Brazilian wax gedaan. Speciaal voor know? vandaag. Voor vandaag heb ik Brazilian wax do gedaan. Je hebt me niet gevraagd, ik meld je. Maar het heet bij mannen, het heet het boy Zillian. Ik, ik maakte een grap, ik wist niet eens dat het echt bestond. <laughs> Is dat voor heteroseksuele mannen? Ook. Uit de jaren. Uh, niet, niet, niet die van jaren 80, 90 denk ik, hè? Ook. Ik heb een Shiba van mijn poeder weer in mijn billen. <laughs> ik het, beeld, het beeld moet weg. Hé, dat je mijn ding aan verbeelden. Dat doe ik toch ook niet bij jou? Hé, hey, ik heb nu Tenminste, Florida ik geef, water ik geef, nodig. Ik geef, ik geef oh, ik oh, heb gedacht dat het moet weg. In Gillies Love Line mm -hmm. haal ik elke week tussen de miljoenen koos die er bestaat eentje uit, leg ik op tafel. Mm -hmm. zodat wij erop kunnen inzoomen en zeggen: van... Ja, dat is waarheid. Of dat is bullshit. Mm -hmm. Ja? Mm -hmm. Want ze zeggen namelijk... Once a woman loses respect for a man... everything he does disgusts her. Dat is niet waar. is niet waar? Nee. Jij, jij hebt nog nooit respect voor een man verloren... en daarna alles wat hij doet is fout. Sterker nog... de uh, getver. Dat heb jij dus niet. Maar jij bent ook heel lief volgens mij. Nee, dat is niet... Ik vind dat, ik vind dat wel heel... Ik vind het best wel een heftige... Drastisch, ik vind hem drastisch. Ja. Hij is, hij is ik heel, ken wel voor die vrouwen en ik geef voor. ze gelijk. Ja, want respect voor een man verlies je niet zomaar. Dat betekent, hij heeft iets gedaan wat, mm -hmm. Ja, toch? Mm -hmm. Dus hij heeft, is al daar. Mm -hmm. Maar vergeef jij snel? Ja en nee. Kijk, je hebt verschillende manieren. Je vergeven en dat het dan weer gewoon... Dat je het weer door laat gaan in de hoop dat het weer oké okay zal zijn. Maar ja, dat wondje dat blijft. En, maar dat kan van alles zijn, hè? Mm -hmm. Maar je hebt ook vergeven en het gewoon laten rusten. Dat je dan ook echt hebt vergeven. Mm -hmm. Dan heb ik toch wel... Die, ik ben toch meer van die tweede. Ik kan je vergeven, maar ook kunnen bijvoorbeeld geen, geen vrienden of... of, of. Laat me één ding zeggen. Als dit echt is wie je bent, mm -hmm. wat je vandaag hebt gepresenteerd... Mm -hmm. En dan neem ik niet eens je, je, je uh, vlogs mee. Mm -mm. Wat jij vandaag hier hebt gepresenteerd. Mm -hmm. Je ben een leuke vrouw. Oh, thank you. Ja, mm -hmm. Gewoon loszakelijk met degene. Mm -hmm. En als ik naar jouw vlogs kijk, dan zie ik ook... door al je vrolijkheid en tranen zelf die je deelt... Door al je vrolijkheid en tranen heen zie ik van hé, hey, maar zij drop ook knowledge in sommige van die video's. Mm -hmm. Je sabs sa niet, je weet dingen. Mm -hmm. Dus wat ik graag wil doen, is gewoon zomaar een uh, geïmproviseerde section hier creëren. Mm -hmm. Uit het moment, uh, ask Gwendoline. Mm -hmm. Leuk. Dan ga ik je vragen stellen en dan moet jij ze uh, namens vrouwen ook Jammer. nog. maar dit had je gewoon als QA op Instagram moeten gooien. Had ik... Jij met je. We zijn je nu hier? <laughs> dan doen weer. we dat ook een keertje. Is goed. Ja? Leer me die game. Mm -hmm. Ja, dat gaan we ook doen. I will teach you. Gaan we een keertje doen. I will teach you. Back. Je, kosten, je kosten. wist het, maar daarom mm -hmm. zeg je het ook. Mm -hmm. Je wil het uit me halen mm -hmm. en je kan het krijgen. Nee, dank je. Hier <laughs> hoef je niet te bedanken en geen sorry te zeggen. Mm -hmm. <laughs> je leidt me weer af met je dingen. Maar ja, ask Eskwen. Ask Gwen. Nee, nee, nee. Gwen. Ex Oké. Okay. Is, is mijn show? Pimisiba, sorry. Oké. Okay. Ask Gwendeline. Ik heb een speciale intro ervan, ervoor gemaakt, moet ik hem tevoorschijn halen? Ja. En als ik die intro erin gooi, dan beginnen we meteen. Wil je die intro horen? Ja. Ex-Gwendoline. Gwendoline, mm. <laughs> ja. namens de vrouwen. Deel met mij, vooral iemand die, dus twee break-ups heeft ervaren, mm -hmm. de do's en don'ts na een break-up. Oeh. De, la, ik, ga, ik ga met de moeilijkste de drie, beginnen. De, de top drie. De top drie. Top drie. Do's en don't, don'ts. Do's en don'ts na Oeh. een break-up. Even goed nadenken. Ik ga hier even kijken. Had ik het sowieso toevallig gedeeld? Heb je die verwijzing komen? Absoluut. Ik heb het gezien. Okay, Daarom weet de, ik, ik dat ik, jij Ik ga de, met de moeilijkste beginnen. Met de moeilijkste beginnen. Wat je absoluut niet moet doen en wat je wel moet doen. na drie om drie, ja? De don't. drie don't. drie ja. don'ts. Drie wat je don'ts. Drie don'ts en drie do's. Drie don'ts is... Ga niet doen alsof het je... Alsof het je niks doet. Dus word niet de bad bitch met man. man or shit. Weet je, dat, dat je allemaal van die gekke haatdragende man quotes tegen, zeg maar, mannenhaatcodes gaat delen. Of tenminste. En er er toe gaat aannemen. Precies, don't do that. Het is, is, is zonde. Een andere don't is. Um, Nee, ik heb twee dingen in één genoemd. Dus de ene is, stop het gevoel niet weg. Dus stop het niet weg. Oh, dat is één. Ja. En de tweede is. Word niet antiman. Precies. Je houding. Precies. Goeie. En de derde is, even goed nadenken Take your time. Mm. Ask Gwendoline. Ja, een derde don't. Een derde don't, maar dat, dat is een beetje 50-50. Ga niet. Ga je niet vastbijten in de eerste, de beste man die op jouw pad komt. It's always trash. Always trash. Is een rebound ook niet toegestaan? Een rebound mag, maar ik heb gezegd, ga je niet vastbijten. Bijden, je. En ik, ik spreek, dat zeg ik niet uit ervaring. Het is gewoon een gevoel dat je gewoon weet van... als ik dat doe, gaat het mis. En als je in je omgeving kijkt naar de mensen die dat werkelijk hebben gedaan... Het gaat weer. So don't do that. Leer van je omgeving. Ga je niet vastbijten in de eerste, de beste man. Dat waren de drie don'ts in Ask Ja. De drie do's na een break-up. Ja, de drie do's is. Ga goed zitten in je eentje. Pak desnoods pen en papier. Oké. Okay. En ga goed nadenken over dingen die jou blij zouden maken. En het moet niks met met die man of mannen te maken hebben gewoon gericht op jou. Wat zou je blij maken of wat zou je kunnen doen dat jou ja, beter laat voelen? Precies. En een andere doel. En dit klinkt als iets dat jij wel zelf hebt gedaan. Dit dan weer wel? Oh zeker, heb ik zeker gedaan. En yes. it worked for you. It worked. Een andere doel is. Um, mm, 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 mm. Heb ik, heb ik het al gezegd dat je het gevoel toe moet laten? Dat je het niet moet wegstoppen? Die twee overschaduwen elkaar. Nee, maar dat is dan een doel ja een dus doel doe is, is... Laat het toe. Laat het toe. Ja, laat het toe. Laat het, laat het gewoon toe. Als je, als je ellendig voelt, Iwan Kree, je wilt huilen. Hel, ga in bed liggen. Eet chocola, eet chips. Kijk naar... Eet, eet, eet je bed vol. Desnoods ligt er popcornkruimels in je bed. Heb ik niet gehad, hoor. Mm. Ik had andere dingen, maar... Laat, laat het gewoon toe. Kijk naar Netflix. Wil je een dag of een week niet douchen? Do you, baby. Maar moment dat je de deur uitkomt: van ik ben ready om naar buiten te gaan. Zorg gewoon dat die dusty ass kant van jou, die verdrietige bobojantje. Ongewassen. Ongewassen kant van jou, dat ze weg is. Dus geef haar even die podium. Get it geef, out your system is wat je zegt. Precies, said. geef haar die ruimte. Ja, geef haar die ruimte to be messy, maar moment, vriendin, moment dat je naar buiten komt. Zorg ervoor dat je er bom, is of je nou op zoek bent naar een man of niet. Zorg gewoon dat je er echt goed S uitziet. En gebruik van jouw ja <laughs> Nummer drie. En nummer drie is, um, 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 um. weet je wat het is met die douche? Die douche, tenminste, zoals ik ernaar kijk, want misschien kan iemand anders andere dan andere punten aanhalen. Maar zoals ik er naar kijk, die doels hebben vooral met jou te maken. Dus het komt echt op zelfontwikkeling. Ja, ja, ja. Zelfontwikkeling. Je, gaat, je moet jezelf, weet je, het is, je moet je... Kijk, okay, ik heb een doel, denk ik. Je moet jezelf gewoon toestaan, het is dan het overkoepelend beeld van de twee. Je moet jezelf toestaan om nieuwe dingen te ontdekken. Je, jezelf, je, jezelf verbeteren. Ga kijken. Ga kijken naar... Hoe jij ervoor kan zorgen dat jij een betere versie wordt van jezelf. Wat is daarvoor nodig? Ja, wat is daarvoor nodig? Dus ik heb het al gezegd, als je verdrietig bent, laat het toe. als je een week niet wil douchen, is jouw probleem, laat het toe. Tweede keer dat je zegt: Meneer, de eens, maar ik moet mijn mond houden. Nee, maar dit het, is het, is ik, heb, ik, ik heb het zelf niet gedaan. één Ik heb het niet gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zo zijn. Maar ik kapot denk dat je zijn. eigenlijk zegt: Als jij miserable wil zijn, wees dat. Ja, als je lekker gewoon... Want, want dit komt neer op een advies die ik ook aan mijn vriendinnetjes uh, uh, zeg: mm -hmm. Ik zeg, Luister, wil je verdrietig zijn? Wees goed verdrietig ja. met het doel dat je weer eruit komt. Precies. Met de houdbaarheiddatum. Juist. Maximaal een week. Nee, grapje. Nee, maar <laughs> en daarna is het van... ga goed kijken naar wat kan ik doen om een betere versie te zijn... van wat, van wat ik gisteren was. Ja. Maar dan ook echt kritisch naar jezelf kijken, hè? Heb je van shadow work gehoord? Wat is shadow work? Dat is iets wat ik inmiddels een week geleden heb ontdekt... omdat ik volg natuurlijk heel veel mensen op social media... En yeah. Dus ik ben gaan kijken op, op YouTube, Shadow Work. En het is eigenlijk een methode, of in ieder geval iets... Ik weet niet of ik het goed voor maar het is iets om ervoor te zorgen... dat je kritisch naar jezelf gaat kijken. Ja, je ja, gaat een, spiegel, echt, een spiegel voorhouden, eigenlijk. Maar, echt, maar ook niet liegen tegen jezelf. Want ja, wij mensen, belangrijk. wij liegen ook tegen onszelf, hè? Cool. Dus dat je gewoon niet gaat liegen te, dus tegen jezelf. Je gaat gewoon, dankzij die Shadow Work... ga je jezelf helpen om een betere versie van jezelf te worden. Ja. Goeie. Mm -hmm. Ask Gwendoline. Gwendoline, oh. hoe kan een man herkennen dat een vrouw hem echt leuk vindt? Dus een vrouw kan zoveel zeggen. Ja. Een vrouw kan zich zo opstellen. Ja. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze nee. je. En je weet wat ik bedoel met echt leuk vind. Mm -hmm. Toch wanneer een vrouw een man echt leuk vindt? Mm -hmm. hoe, uh, hoe kan een man dat herkennen? Als ze regelmatig contact met je opneemt, via verschillende social media. It can be WhatsApp, Instagram, het is maar net waar je elkaar yeah. hebt. Als zij zelf contact zoekt. Zeker. Yeah, yeah, yeah. Maar niet op een opdringerige manier. Hè? We don't do that. Een and, and andere is um, als ze zorgzaam naar je is. Mm -hmm. Zorgzaam in de zin van... <laughs> ik zag daar een keer een quote over en ik ging helemaal stuk. En als een vrouw uh, je vraagt of je al hebt gegeten en zo, weet je dat soort dingen, yeah, yeah, yeah. dus zorgzaam, zorgzaam. Um, dat ze echt bereid is om te luisteren naar hoe je dag was, maar dan ook echt dat, het, dat ze het echt wil weten: van oké, okay, hoe yeah. was je dag, wat heb je gedaan? Dat klinkt net als mannen wat ik hier hoor. Dat is wat. Ja. Yeah. Yeah. Kan. Ik, ik praat voor mezelf. Ja, ik praat voor en mezelf. En je meent het ook wanneer je dat vraagt. Tuurlijk. Okay. Dat is het verschil met mannen, oh, denk kijk, ik. Kijk, als je het niet meent, hè? Ja. Mm, ja. dat is het verschil. Ja. Nee, niet, niet met mij hoor, je, mannen. Als, die anderen. Maar als je het niet meent, dan mm -hmm. val je vroeg of laat door de, door de man. man. So, why, ah, waarom zou je dan een spelletje ja. waarom zou je een act ja. opzetten? Ja. Ja, ja. En daarom zeg ik jou: van ik kan nu wel nu gaan zeggen dat ik zoek in een ideale man. Maar stel dat zo iemand op mijn pad komt en diegene is niet oprecht, heb ik het op den duur gewoon door. Hè? Dus hoe herken je wanneer een vrouw je echt leuk vindt als ze echt. Oprecht interesse toont. Ja, Zij neemt initiatief ja, contact zeker, met je op te nemen. Zeker, bepaalde vragen te stellen. Dat je zeker, ziet van, hey. zeker. Okay. Maar er zijn, er, zijn heel veel, er zijn heel veel voorbeelden. En elke vrouw is daar een beetje anders in. Ja. ja. Maar jij bent zoals je nu omschrijft. Ja, ik spreek voor mezelf. J jij merkt voor jezelf waarschijnlijk van... Hé, hey, volgens mij vind ik hem leuk. Ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, thank you for this. Mm -hmm. Ask Gwendoline. Welke type man moet je ontwijken? Moet je echt ontwijken volgens jou? Alleen ai het er komt iets. Mannen die jou um, na een bepaald tijdstip appen of berichten sturen. Ja. Mannen oh, die. Oh ja, is dat? Ja. Damn, dan maak ik me wel eens zorgen. Hey, deze tip je heb boen? ik, nee, maar bericht. Kijk, mannen die pas bijvoorbeeld na tien uur eindelijk eens gesprek met je mm. willen aangaan... terwijl ze daar heel de dag de tijd voor hadden. Nee, maar of kijk, ze... ik, werk, ik werk hard, hè? Ja. Hard. Ja, maar dan moet je een vrouw niet om tien uur gaan, 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 dus, gaan benaderen. Desnoods bel je haar dus in je, je pauze. Dus ik ben niet aan het chillen, chillen en dat soort dingen... Nee, en dat ik zeg, bel je haar haar in is, je is het Desnoods bel je haar in je pauze of zeg je van... joh, schat, ik heb het druk, maar um, omdat ik het zo druk heb... kan ik je vandaag niet bellen. Maar mijn baas is streng, hè? Ja, maar ja. Mijn baas staat erop. Desnoods zeg, zeg je vanaf dag één dat je weet dat je hebt. En weet leuk je vindt? wie mijn baas is? Nee. Tadaa. Jijzelf. <laughs> ja, maar ik vind gewoon van. Want, sorry ja, ik... dat ik mij nog een korting mm heb -hmm. Maar als ik dan. dan ben ik er ook voor je en komt niets ertussen. Dus ik wil niet even. ik wil al geven. Mm -hmm. Dus dat is het idee erachter. Ja. Is niet genoeg, zeg jij. Zo kijk en, je me aan, tenminste. Nee, dat is het niet, want jij vroeg me net: van wat voor type man moet je ontwijken? Ja. Ja. En ik, Ze zeggen ontwijk, Gilly. Huh? Nee. <laughs> en wat jij eigenlijk een beetje benoemt, ik snap, ik, ik snap waar het vandaan komt, maar dit is echt heel zwaar. Anders dit. zeg ik: neem me niets nut, die is er de hele dag voor je. Nee, luisteren, Gilly, listen, listen. Ja, inderdaad. Het is heel zwart-wit. En dit heeft een, een kennis van mij ooit gedeeld op haar kanaal. In ieder geval, ze, heeft ook, ze of heeft een YouTube-kanaal. En um, het is waar wat ze zegt. Wat zei ze? Je moet gewoon na een bepaald tijdstip, als een man jou benadert, don't talk to him. Wacht totdat het weer ochtend of iets is. En dan ga je netjes met hem maar praten. Maar what if you crazy? Heb je ooit van ZSW Pro gehoord? Pro. Tuurlijk. Nog bij de Pro-versie. Tuurlijk, dat ding heet zo. Ja. <laughs> het is eigenlijk ProZ5. Maar kom op. proz heet het. Okay. Maar Gilly, je lijkt je je me af. Hey. Dat wat ik moet doen. Hij is en ik klets. Ja. 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 Dus dat. En um, vermijd ook mannen die jou, um, tenminste. En dat is, nogmaals, het is heel zwaar wit. Het hoeft niet zo te zijn. Maar 80. Van De honderd keer is het wel zo. Mannen die jou bijvoorbeeld vandaag een berichtje sturen, heel oppervlakkig. Je reageert. Ze reageren misschien niet meer. En na een paar, paar weken, misschien zelfs maanden, weer. Neem het niet serieus. Like, negeer het. Het is niks. Let it go. Als diegene echt oprecht in jou geïnteresseerd is, dan zal die zich anders. Zal die jou anders benaderen of anders naar je opstellen. En een ander voorbeeldje is. Dit ga ik echt zeggen. Mannen die totaal niet ambitieus zijn en, en gewoon, gewoon, gewoon lui, lessie, niet willen werken. Maar jij wilt een man die je voor Tina belt. Dan moet je een keuze maken. Maar hè? je hebt verschillen. Je hebt mannen die... Gilly, je, je weet wat ik bedoel. Ik weet wat je bedoelt. Ik ga niet met jou in discussie. <laughs> Test me niet, want je weet hey, wat ik, ik bedoel. <laughs> dus als we Trobby krijgen, ja, dan kijken we zo echt doen. op een koppel. En dan heb ik mijn doel bereikt. <laughs> Kom ik, Trobby? Maar je weet dat ik. Maar check, oké. Okay. We throw a man under the bus hier. Ga maar switch it up. Nee, ik maak mijn sisters een beetje bewust van mannen. Ja, ja, ja. En terecht. Ik heb, that is, that die is... denken dat ze slick zijn, is maar item. they are acting stupid. Stupid. Okay. Ja. Goed, deze vrouw heeft iets meegemaakt. Ze wordt mm -mm. passioneel. Hé, hey, ik ben. Ik heb, wat zeg je? Je wordt passioneel over die Tori. Ik heb niks heks meegemaakt. Weet je, wat het ding is. Ik luister ook naar andere vrouwen, yeah, hè? Ja, ja, ja. Mm Hé, -hmm. als ik doorgeef met mijn vriendinnen, mm -hmm. of ik kijk naar, naar vrouwen die ik online volg of podcast luister, like, en ik luister kritisch naar ze. Ik ga niet denken, oh ja, misschien heeft ze gelijk. Nee. Ja, ja, ja. Zo Goed, zeg zo. Ik, Goed zo. Goed yeah. zo. Gaan naar podcasten met mijn vriendinnen niet. ja. ik luister naar zo'n dame. Ja. Haar podcast zijn volgens mij She Knows, Miss Brown. Dan denk ik, go shut up. Shut yeah. the f up. Oké, okay? mm. en ga verder met je verhaal. Maar soms denk ik, oh my god. Oh, weet je dat? Ik denk van, wow, ja, dat kan. Maar kritisch luisteren. Hè. Niet zomaar klakkeloos advies aannemen. Want het is allemaal right, zwaard-wit. Right. Maar we wijken af. Mm -hmm. Trouwens, weet je wat een hele goede podcast is om naar te luisteren: mm. Gilly's Love Line. Uh, ja. Niet te horen op Spotify, by the way. Ook te zien op YouTube. Op Instagram drop dus oh, ik ook kleine alles pieces. Komt, dus dit alles komt ook op Spotify. Komt ook op Spotify. Nice. Deze, je hebt je eigen podcast. Je hey. praat over Miss Brown. Shit, we zijn een team. Oh, wat heerlijk. Ik heb je. Ik heb je. Nee, maar op Spotify, Kilis Love Line, YouTube. En, by the way. Als jij niet eens bent met mij of een opmerking hebt over waar wij het hier over hebben, reageer. Hey, zoek me op op de socials. At Ja, of het mij... hier in de comments. Nog mooier. Want mijn doel is, wat ik hier doe en ook met deze uh, uh, leuke dame, is de liefde beter te proberen te doorgronden. Dat is wat we hier doen. Maar ik onderbreek als Gwendoline. Ik moet het op. Welk type man verdient een kans? Die lieve man, die, die bijna niemand wil, die, die, hij is te lief type. Ja, maar hey, vrouwen zijn die, hè? hij is te lief. Zorg ervoor dat hij minder te lief is. <laughs> nee, die lieve man, die verdient echt een kans, okay. ja. Vooral in deze tijd. Het wordt bijna charity. Dat niet, dat niet. Lieve man, je nee, bent charity. Nee, nee die, een, die ene jongen die te lief is. Like, ga niet zeggen hij is te lief. Wees gewoon eerlijk waarom jij die man niet wil. Like, vind je hem te kort? Sorry, vind je hem te lang? Waar, waarom moet je naar me? Nee, laat me los. Laat me los. Waarom moet je naar me? Nee, interview is klaar. Nee, maar ga verder. Ik ben wel benieuwd naar wat je zei. Ook al, is, ook al vind je hem te kort, dan is hij je type niet. Ga niet zeggen, oh, hij is te lief. Geef hem een kans wees desnoods eerlijk. Oké, okay, geef hem een kans, het klinkt heel... Ik probeer je te volgen hier, hè wat je hier eigenlijk aan het doen bent. Maar... Is, weet je hoe ik het... Nee, nu ga ik me bezig met mezelf. Want nu, wat, ik, wat ik hierdoor eigenlijk voor sta, is... Of je gaat me een kans geven. Dat is één ding wat ik hieruit hoor. Of twee, je vindt me een beetje lief. Je bent toch niet, je, je, je bent hartstikke lief. Je bent hartstikke lief, je bent zozaam, je bent attent. Hoe weet je dat? Zo, zo snel. Omdat je dat. Ben ik ben voor je die geweest. Wat je was. allemaal voor mij hebt gedaan in één in, in, in uurtje tijd. Boy, dan ben ik nog niet begonnen. <laughs> nee, maar um, welke type man verdient een kans? Die, die man. Dus ik verdien handen, een kans. Sowieso verdien je een kans. Oké, okay, dankjewel. Ik ben het ermee eens. Ja, man. Wat moet ik hier even doen? Is het de code? Nee, of, ik, oh. heb jeuk. ik heb jeuk. Je hebt jeuk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik ben er voor je. Kill. Ik ben er voor Kill. je. Hey, over jeuk gesproken. Kill. Over jeuk gesproken. Kill. Ja, hier, hier. Kill. Toch, nee, nee, oh shit. Gwendolyn uh. S. Nog eentje. S. Gwendolyn. Wat helpt om in de liefde te blijven geloven? Al heb je zoveel hurt gehad. Al ben je zoveel keer teleurgesteld. Wachtie, geloof jij nog in de liefde? Zeker, zeker. En wat helpt daarbij? Dat is, dat is bij mij wel persoonlijk. Hè? Ik heb altijd gezegd van, ik zie mezelf niet ongetrouwd, bijvoorbeeld. Ik weet dat ik op een dag ga trouwen, dus ja? ik geloof nog steeds in de liefde. Dat, okay. is, dat is een beetje mijn houvast en klink, klink Klinkt als hoop. Het, ja, het is toch hoop? Dus hoop helpt. Ja. Ja, nee, wat helpt om in de liefde te geloven. Ik denk sowieso dat als jij zeg maar, met een positieve bril naar jezelf kijkt, en wat ik ook eerder meer, meerdere keren heb proberen aan te geven, is werken aan jezelfontwikkeling. Mm -hmm. dus, dan neem je letterlijk alles mee, dus je negatieve dingen, je positieve, die negatieve kant, positieve kanten. Maar op het moment dat je jezelf die lobby en die liefde kan geven, yeah. op het moment dat je jezelf die liefde en die lobby kan geven. Dan um, dat is dat eigenlijk al iets waarmee jij jezelf automatisch toont dat je nog in de liefde gelooft. Want je gunt het jezelf. Je gunt jezelf de liefde of die liefde. Ja. Dat is eigenlijk al een teken dat je in liefde gelooft. Ja. Want als je die liefde niet hebt, kan je het niet met andere mensen delen. Op een gezonde manier. I love it. Zie je waarom ik dit item in het leven spontaan heb geroepen? As ja, Gwendolyn. Want ik wist dat je met goede shit zou komen. Oh. Maar ik ben niet vergeten wat je zei. Je hebt jeuk. Nee, loekoe. Single, single. Single mom. Heb je life leuk met je dochtertje. Maar af en toe moet je jeuk hebben. En eigenlijk heb je net al hint gegeven. Want ik wilde. Uh, Eigenlijk kan ik het al invullen door alles wat je hebt gezegd. Mm -hmm. Want je bent dus niet meer van de scharrels. Mm. Je speelt met jezelf. hè. Mm -hmm. Ik ben niet de enige hoor. Nee, natuurlijk niet. Maar. Uh... En dankzij Facebook weet ik zeker dat ik niet de enige ben. Hoezo dankzij Facebook? Nee, hey, we hebben leuke groepen op Facebook. Oh he? ja? Mag ja. vrouwen dit bespreken? Tuurlijk. Waar mannen niet welkom zijn? Nope. Shit. Kan ik een vraagje vertellen? Want hoe persoonlijk ga je daarmee om met speeltjes? Ik kan je wat vertellen. Vroeger, mm, ik, had, ik, ik was dus in contact met een, met een vrouw. En ik was nog jong, best wel een jongetje nog. Oud was je? Ik denk dat ik 19 was. Mm. En, en, en nu, zij was misschien dan 29 of zo. Mm. Of 28, denk ik. Of 29 was zij. Mm -hmm. Want ik weet nog dat ik het heel stoer vond. Mm -hmm. Ik was nog jong, toch? Zij ik zei, mijn nieuwe meid, mijn nieuwe vrouw. Kom maar oma zijn. Maar check, we hadden het gezellig met elkaar en we deden dingen, want ik ben altijd wel, uh, ja, ik ben een lieve man, maar ik ben ook een stoute man, uh, Gwendolyn. Ook, dat merk je ook, had je ook door. Oké. Okay. Maar we deden van alles die in 2021 in de mode zijn, is. We deden, we deden dingen die in 2021... Nee, 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 correctie. Waar mensen die... nu open over durven te zijn. Want die dingen gebeuren denk ik al langer. Dat, en daar gaan we naartoe. En ik deed dat al eind jaren negentig. Gefeliciteerd. Feliciteer haar. Hoe oud ben jij <laughs> Juist. <laughs> maar ik check. Ik heb een jeuk op mijn voorhoofd. Serieus? Ik zei je toch, je hebt jeuk. Moet je jeuken? Nee. Check. Krabben, ja. je kan me niet jeuken. Ik kan me krabben maken. Krabben? Nee. Ik moet toch krab om die ik weg te halen. Gwendoline, je bent totaal niet geïnteresseerd in mijn verhaal. <laughs> Helemaal wel. Ik luister. Chariwaka. Okay. Oké. <laughs> dus, wa waarom ik dat zeg? We deden dingen waarvan je zegt van... Just... Dat is wat we doen. Alleen toen stuitte ik een keer in haar osso op een hele kast met lampjes en al. Wanneer je die deur openmaakt, schijnen lampjes met om in speeltjes. Heftig. Happy je mama boeken. <laughs> De... En ik zeg, yo, kunnen we niet? En ze werd boos, ze werd beledigd, alsof ik in haar personal space kwam. Heftig. Om voor te stellen van, hey, kunnen we niet? Vissa van maken. Heftig. Speeltjes. En ze was echt beledigd, maar we deden Zo de gekste dingen. Ik heb geen idee. Dus mijn vraag aan jou is, want ik moet gelijk daaraan denken. Als ik echt, ik kwam in haar persoonlijke space. En die vraag alleen al is ook de reden dat we zijn gestopt. Oh, echt? Ja. Dus ik weet niet waarom, ik weet niet of ze zich schaamde of zo, maar ik stond open van: hé, hmm. dan laten we. We zijn toch zo ver bezig. Laten we niet en zoals beledigd. Hmm. Maar ben jij ook zo, dus begrijp je dat verhaal? Of is begrijp, er, wa was het overdreven ik in haar reactie? Ik weet niet, ik, ik, ik kan niet voor haar praten, want het is dat, zo. Was een andere tijd en. Uh, um, je weet niet waarom ze daar een hele kast had staan. Met lampjes. Ja, je weet niet waarom het er stond. En ja, ik oh ja. weet niet. Was, het maar is dat de gekke. Oh, wacht hier, dan laat me het je zo vragen. We spoelen door. Mm -hmm. Dit is dus jouw ding. Uh, hoe jij... Uh, ook valt ook onder self-care, self-love. Mm -hmm. Satisfy yourself. Mm -hmm. Zou je het kunnen. Uh, Zou ik kunnen voorstellen? Wij worden verliefd, komen in een relatie. Mm -hmm. Vind je dat leuk? Als er speeltjes bij worden gehaald? Ja. Wat is het? Je kijkt me af van. Ja, duh. Ja, ja toch? Ja. Moet je nagaan, die reactie begrijp ik niet van die chick toen. Ja, je hebt het over een hele andere. Je hebt het een, ja. oh, echt over een ander, ander. Klopt, ja. Nu ga je me, middel, me, me heel oud laten klinken. Nee, nee, je hebt het echt over een ander het is een andere tijdje. Hé, hey, Luister, ik was toen ook echt piepjong, dus ik, ik weet ook niet hoe die tijd was. Mag ik één vrijpostige vraag stellen? En dan zeg ik eerlijk erbij, dit heeft te maken met mijn mannelijke nieuwsgierigheid. Ja. Dit heeft totaal, dit voedt jou niet. Mm -hmm. Dit doet niets voor jou. Dit is strictly voor mij op dit moment. Mag, maar de vraag is of ik er antwoord op ga geven. Dat maar. is inderdaad zo. Heb je hem gisteravond gebruikt, dat speeltje? Nee. Vanochtend? Nee. Heb je hem vanavond gebruikt? weet ik niet. I love it. I love it. I love it. I love it. <laughs> je, je, je zit vol, uh, niet verrassingen. Maar voor openheid eigenlijk. Ja, ik ben, ik ben best wel open tot een bepaald punt hoor. Ja, ja. No, I like Tenminste, it. ik denk dat de dingen die ik nu echt deel, dat het voor heel veel mensen al te veel openheid is. Nee, maar dat is helemaal maar, niet zo. Maar ik, ik heb ook mijn grenzen. Ja. En ik ga, niet, ik ga niet zeggen dat het preutsheid is of zo. Maar ik ga niet hoe mysterieus lopen doen over. Dat iets. ook weer niet, ja. En ik vind dat we het tot nu toe nog netjes houden. Weet je? En dan ga ik ook gewoon heel, heel open en eerlijk zijn. Mm -hmm. Um, toen ik jong was, uh, heb ik het over... Ik kwam pas in Nederland wonen, daar was ik 12 à 13 jaar. Ja. Um, brugklas. Dus je, ben, je, je, je komt dan echt in een, in een fase waar je echt nieuwsgierig bent naar hoe dingen oh, in ja. elkaar Leuk. zitten. En tuurlijk, je hoort klasgenoten praten over ja. bepaalde dingen dat je denkt van... Mm, en hier waren ze opender natuurlijk, dan dat je gewend was. In, ja, in Suriname was het echt een no-no. Ja, ja, ja. Maar uh, um, ik vergeet dat nooit meer. Ik ken zelfs haar naam nog, terwijl ik van bijna al die meiden hun <laughs> naam ben vergeten. Ja. Ze, gaf me, ze had me ooit een stapeltje tijdschriften gegeven de hitkrant. Ja, ja, ja. De hitkrant, En dan heb je ja, nog ja. girls. Die andere, die andere ben ik vergeten. Maar hitkrant en girls. Hitkrant kennen we. Ja, nog maar girls heb je, had je toen ook nog. In ieder geval schat mijn hele stapel. En ik kan me nog goed herinneren. Ik ben in de tuin gaan zitten toen. Mijntje kon er nog niet eens een half jaar in Nederland, hè? Ja. Ik ben in de tuin gaan zitten en ik ben toen gaan lezen. Heel erg ik... opgewonden? Nee, 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 dat oh, niet. Oké. Okay, okay. Het was meer van, ik las het en ik dacht. Wow, Ze zijn, ja, gewoon, ze zijn gewoon, open over seks in ja, een ja, 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 ja. tijdschrift. Voor, voor, klopt ja. Klop, ja. En dan pas hij ze niet eens tieners hè? Klopt klopt. En dankzij die tijdschriften, ja. ik heb er heel veel aan gehad. Mm -hmm. Dankzij die tijdschriften weet je wel, weet je wel bepaalde dingen waarvan ik nu weet van. En ben je gegroeid in je seksualiteit? Ja, maar dan heel matig. Want als ik echt eerlijk moet zijn, ik, was, ik, was, ik vond jongens wel leuk en dan, ja. dan voel je iets voor een klasgenootje mm -hmm. of, of, of iemand. Maar uh, als er echt iets zou moeten gebeuren, dan. Had je het niet, deed je het niet? Ik kreeg het echt benauwd. En ja. ik was ook toen ook heel onzeker en zo hoor. Ja, ja, ja. En de eerste keer was ook toen ik bijna 18 was, dus. En Zelfs nu? toen heb ik mezelf moeten zeggen: Van Gwen, het is nu of nooit. Oh, op die man ja, maar zo gaat het vaker bij vrouwen. En ja. waarschijnlijk was het niet all day. Achteraf dacht ik: Wat, is dit, dit ja, sta het standaard faal. Yes. Maar vandaag de dag heb jij totaal geen reden om onzeker te zijn. Nee. Want je praat leuk. Dank je wel. Je mind, hoe het werkt, vind ik leuk. Thanks. Je bent niet lastig om naar te kijken. <laughs> En die hyena-lafoe voor je... is om verliefd op te worden. Jij zegt die ding elke keer als ik drink in mijn mond. Heb, totdat ik op je gas... proest of hoe je dat ook zegt. Maar misschien is dat mijn fetisj. Vrouw mm -mm, die proesten. <laughs> Oké, okay, laat maar. Ik kreeg meteen een... Een, 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 een flashback. Nee, geen flashback. Ik... Dat gaan ik ik dingen krijg, waar ik, ik niet eens ik aan wil denken. Je mag denken aan wat je wil hier. Nee. Jullie nee. love line. Nee. Ook je mogen gedachten is nog Mijn gedachten hebben Florida zijn. water nodig nu. Ja, maar ik meen nou een keer, je hebt dat niet nodig. We gaan dadelijk nee. kassieri drinken. Nee, Oké, okay, is goed. <laughs> Gwendoline, mm. Dank je wel voor je energie. Check Gwendoline, uh, uh, de vlogs. Waar kunnen we je allemaal vinden? Wow, Want ik wil uh, dat je Gwendoline ziet. <laughs> nou, op YouTube zit ik dus. Ik vlog onder de naam Gwen's Vlog, dubbele N, Gwen's Vlog. Mm -hmm. Op Instagram is het Gwen.deline, L-I-E-N. Mm. En op Snapchat is het Gwenny, dus dubbele N, mm -hmm. I-E, X-O-X-O. En volg er, hè, check eruit. uit. Kijk, kijk wat voor leuke dingen ze allemaal heeft te vertellen. Uh, ik volg je ook. Thank you. Spread the word dat Gilly's love line is kijk gezellig en om in te do. chillen. Wat ik altijd zeg is... If it ain't about love, it ain't about ain't. Nothing. nothing. Heb je die love een beetje gevoeld hier? Zeker, zeker. Ik wens je veel succes en geluk Thank met wat well. je doet. Thank you. Thank you for your energy. En ook voor jouw geld. Praat Lobby met me door een comment te droppen... Zeker. Bij YouTube. Zeker. Abonneer op zijn kanaal. Volg hem op Instagram. Want dan kan je ook zien welke gasten allemaal gaan komen. Ze neemt het gewoon over, zie je dan? Ik hou ervan. Hé, <laughs> hey, kijk weer naar de volgende aflevering. Tot de volgende date. Yeah. Bye-bye. We gaan dansen. Bye. let's go. <laughs> to, 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 to.